Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik een bodypaint voor jullie. Obviously een heks voor Halloween. Ja, ik wilde een beetje een sfeervolle heksentekening doen. En dit is echt gewoon, weet je wel, de cliché-heks die ik als kind al als heks kende. Weet je wel, een beetje de sneeuwwitje-heks, maar dan in het groen. Want ik weet niet, ik had zin om er iets van een pop of color in te doen. Dus vandaar. Dus wat doe je dan? Dan doe je een groen gezichtachtige heks die vervolgens op de heks uit Wizard of Oz lijkt, enigszins. Maar dat is ook wel het klassieke beeldheks. Punt is het klassieke-achtige heks. Dat is het punt, ja. Een heks die vliegt voor de volle maan met vleermuizen eromheen. Het klassieke Halloween-beeld. Dat was mijn doel. Dus ja, dit is in ieder geval superleuk om te doen. Vind ik zelf in ieder geval. Je zal daarna waarschijnlijk wel even moeten douchen. Als je het weer over wil halen. Maar dat terzijde. Dus laten we beginnen. We beginnen deze tutorial eens eventjes vanuit een hoger perspectief. Ik zit nu op een kartonnen doos op mijn bureaustoel die nooit soepel draait en nu ineens wel. Als ik overweg een filmpje op mijn bek ga, dan spijt me dat. In ieder geval, ik begin met een mandoot op en dit hier gaan we painten. Mijn gezicht heb ik even simpel gelaten met alleen een winged liner, want hier gaan we verder toch niks mee doen. Ja, ik ga eerst de achtergrond maken. Die ga ik gewoon een soort mengeling van zwart, wit en grijs tint doen. Als je geen grijze paint hebt, kan je ook gewoon zwart en wit mengen. Ik ga er denk ik wel het grijs doorheen gooien, want het is een hele mooie blauw-grijze tint. Dit is 32A van Kaolin, to be precise. In ieder geval, dus dat ga ik eerst doen. En probeer in het midden een ruimte leeg te laten voor de maan. Want als je, weet je wel, vervolgens alles weg moet gaan boenen om een lichte maan te maken in de zwarte, duistere nacht, dan is dat een beetje tijdverspilling. Dus laat dat gewoon vrij. Dus ja, daar gaan we mee beginnen. Het mag trouwens best een beetje splotchy zijn. Het hoeft niet super netjes te zijn. En ik ga het een beetje laten uitveden naar de buitenkant. Ik zei net dat ik het midden juist leeg wilde laten. Do as I say, not as I do. Goed, we markeren eerst maar even waar die maan komt, want ik ken mezelf een beetje. Deze kwast was origineel niet groen. Het is er eentje die ik vaak voor bodypaint gebruik, maar dat is eventjes de waarschuwing die ik wil geven. Als je een witte kwast gebruikt, kijk, je kan deze nog steeds veilig, nu niet meer, maar voordat ik hem in de zwarte bodypaint doopte, kan je hem nog steeds veilig gebruiken voor gewone andere bodypaints. Bodypaints, dat was niet mijn punt. Je kan hem nog gewoon als stippling brush voor je gezicht gebruiken, bedoel ik. Ook al is die gesteend in bodypaint, alleen dat ziet er niet heel mooi uit, dus als je je mooie kwasten mooi wil houden, kan ik je enigszins wel aanraden om, nou ja, weet je wel, dat dus niet te doen. Dus ja, let daar wel een beetje op met welke kwasten je gebruikt. Die kwasten zullen hem prima aankunnen. Bodypaint gaat ze niet, weet je wel, compleet vernielen of wat dan ook. Alleen het kan ze wel bevlekt achterlaten op het moment dat ze van nature wit zijn. Dus ja, weet je wel, dat is wel een dingetje om een beetje rekening mee te houden. Zodat niet je favoriete kwasten vervolgens er ineens een tikkie anders uit gaan zien. Dan voor het wit ga ik een oude Beauty Blender gebruiken. Dit is ook letterlijk trouwens een oude Beauty Blender. Van het merk Beauty Blender. En hij is ook letterlijk oud. Dat is verder niet belangrijk in ieder geval. Ja. Om te voorkomen dat ik mezelf per ongeluk de volgende keer als ik gewone make-up doe in een spook verander. Maar hier ga ik in ieder geval wat een beetje wolkjes mee maken. En doordat je het met een Beauty Blender doet, krijg je al een beetje die rondjes erin. Ik doe het echt met de kont van de Beauty Blender. En dan gewoon een beetje random, random, random. Hoeft niet heel dekkend te zijn. Gewoon her en der, dat je net even wat meer diepgang en glowing en kleurverschil erin krijgt. En dan vervolgens ga ik verder met die witte body paints. Maar nu ga ik de maan invullen. De eerste slag hoeft niet per se perfect te zijn. Oké, weet je wat? We gaan ook nog eens een keertje wolken om de maan heen doen. Bedenk ik me ineens. Want ik heb gewoon geen zin om 5 kwartier te proberen om een perfecte maan te krijgen. Een perfecte cirkel te maken. Terwijl we het vervolgens, weet je, gaan bedekken met een heks. Dus ja, weet je wel, doe gewoon een witte vlek en daarna kan je met die spons er weer omheen om er wat wolken en alles en dergelijke overheen te doen. Nou, we hier toch zijn trouwens, ga ik eventjes
zakje die ergens anders neerleggen, zodat ik niet vergeet dat ik ze schoon moet maken. Serieus, ik ken mezelf en ik moet dat soort dingen idiot-proof maken, want anders dan gebeuren er geen prettige dingen als ik mijn normale make-up doe. Geloof me. Ik ga in ieder geval een eyeliner kwastje pakken. Ik gebruik deze zelf als lipkwastje. Niet belangrijk voor deze look. Ik ga hem nu niet op mijn lippen smeren, maar goed. Ik wil namelijk ook wat sterretjes, want als we dan toch een nachtlucht doen, weet je wel, dan moet je het wel goed doen. Dit zijn geen officiële star signs. Als je nou heel erg enthousiast bent, kan je er ook bepaalde sterrenbeelden in maken. Maar zo enthousiast ben ik niet. Ik doe gewoon clusters van sterren. Her en der. En dan is het ook al prima. En dan, zoals ik al zei, terug naar de Beauty Blender. En ik ga met grijs en zwart om de maan heen. Oké, dan hebben we dat. Dan ga ik nu de heks schilderen. Ik denk dat ik een heks ga doen die voornamelijk echt zo'n cliché, weet je wel, zwarte hoed op en alles. En crouchover. En dat je voornamelijk de kleding ziet om de, weet je wel, bezemsteel heen. Wil ik daar diezelfde kwast voor gebruiken? Ik denk dat ik daar zelfs mijn echte eyeliner kwast voor ga gebruiken. Again, dit zal hem hooguit stenen en niet verpesten. Dus dat kan gewoon. Dit is mijn favoriete eyeliner kwastje. Dit is de eyeliner brush. Volgens mij stond het woord brush naast, maar dat is eraf geveed. Hij is van XO Beauty in ieder geval. Persoonlijke favoriet, maar daar ga ik in ieder geval de heks mee tekenen. Dat ga ik eventjes gewoon met muziek op de achtergrond doen, want ja, weet je wel, teken de heks als jij een heks wil tekenen. Ik ben verdomd slecht in het uitleggen van hoe je iets moet tekenen. Ik kan het beter gewoon laten zien. En bovendien zal ik het in de spiegel moeten doen. Dus dat wordt een leuke uitdaging voor mezelf. Ja, dus laten we eraan gaan beginnen.
Oké, ik geloof dat we er zijn. Je kan natuurlijk zoveel toevoegen als je wil. Je kan ook een uil toevoegen, maar ik vond het makkelijker om een kat te tekenen, want die kan ik makkelijker herkenbaar als silhouet tekenen. En wat vleermuizen eromheen. En een vleermuis op die manier doet me altijd denken aan Batman en Bacardi. Ik vind het beide leuk. Lekker, je snapt het punt. Geen probleem verder, maar in ieder geval dat tussendoor. Maar goed, we zijn er dus. Dus ja, ik denk dat ik nog eventjes de randen wat donkerder wil maken. En daarna zijn we klaar. En dan hebben we dus het uiteindelijke resultaat. Ik heb om de een of andere reden een blauwe vlek bodypaint op mijn hand, terwijl ik geen blauw gebruikt en het palet waar blauw in zit niet eens heb aangeraakt. Ja, het is mij ook een raadsel. Witchcraft. Nou ja, hoe dan ook. Dit is dus het einde van de tutorial. De producten die ik gebruikt heb is in feite één product. Crayolen Aquacolor. Je kan ook een andere bodypaint gebruiken. Gebruik gewoon wat voor jou prettig werkt. Ik wil krabben, maar ik dan moet ik mezelf prikken met mijn nagels. Jeuk. Oké, dat werkt. In ieder geval, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Zou me heel erg helpen. En als je meer tutorials wil zien, ik doe voornamelijk ooglooks eigenlijk, maar oké. Dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie weer een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!